Naar aanleiding van de Week tegen Kindermishandeling en Week zonder Geweld voeren Movera en Veilig Thuis een campagne tegen huiselijk geweld. RTV Arnhem sprak met Paulien van der Leden, preventiemedewerker bij Movera. Nou, we hebben het nu bij de Week zonder Geweld hebben we het over huiselijk geweld. En dat is geweld wat afspeelt bij mensen die een relatie met elkaar hebben. Dat kan bij partners zijn, tussen ouders en kinderen, broers en zussen. Dus mensen hebben een intiemere relatie met elkaar. En dat kan verschillende vormen van geweld zijn. Zowel fysiek, dat mensen elkaar slaan. Dus ruzie kan uit de hand lopen in elkaar slaan. En psychisch geweld kan het zijn en ook seksueel geweld. Kan dat geweld of dat huiselijk geweld, kan dat jaren voortwoekeren? Ja, dat kan zeker jaren voortwoekeren. Want het begint natuurlijk ook niet zomaar gelijk. En mensen zijn ook... Het is ook niet altijd kom er een kwel in zo'n gezin. Er zijn ook heel veel goede momenten. Mensen houden ook van elkaar. En daarom is het ook zo moeilijk om het ook te stoppen. Want dan heb je een ruzie gehad en dan denk je, ja, we houden van elkaar en het stopt ook wel. Dus we proberen het weer. En je wil vaak voor de kinderen bij elkaar blijven. Maar op den duur kan het er zo ook insluipen dat mensen ook het helemaal niet meer doorhebben hoeveel ze zich aan elkaar hebben aangepast. Hoe kom je bij de hulpverlening terecht en waar moet je precies hulp gaan zoeken? Je kunt zelf hulp gaan zoeken. Dat kan bijvoorbeeld via Veilig Thuis. Dat is een advies- en meldpunt. Dus daarin kun je advies vragen en zij kunnen mensen dan adviseren over welke hulp er allemaal is. Maar mensen kunnen ook naar de huisarts gaan. Soms hebben ze mensen daar een beter contact mee en de huisarts kan daarover adviseren. Je kunt ook naar een wijkteam gaan en je kunt ook bij ons hulp vragen, bij Movira. Omstanders, dat merken wij ook vaak, dat zij vaak wel weten dat er wel dingen aan de hand zijn, dit soort dingen, problemen in gezinnen. En heel vaak weten omstanders niet zo goed wat ze dan kunnen doen en daarom hebben we ook is met name ook deze campagne op omstanders gericht. En omstanders die kunnen hun zorgen bespreken met degene die het meemaakt. Heel vaak wordt dat wel gewaardeerd. Je kunt ook advies gaan vragen bij Veilig Thuis, 0800 2000. Veilig Thuis kan je dan helpen met advies te geven over wat je zou kunnen doen voor dat gezin. En je kunt ook met dat gezin in gesprek gaan en ook wat vertellen over de mogelijkheden van hulpverlening. Deze informatie is ook allemaal te vinden op onze campagne website zomaakhetverschil.nl.